Jullie hebben zojuist de sleutel overgegeven weer terug aan de gemeente Almelo. Hoe was het? Geweldig, we hebben een gigantisch mooi weekend gehad met de hele club. En ja, we hebben nu de sleutel weer teruggebracht. We hebben een lekkere lunch heel gehad met Tille, de wethouders en de burgemeester en alles wat erbij hoort. Dus nee, we zijn leuk ontvangen hier. Maar ik hoorde vrijdag dat u de oude sleutels nog wel eens kwijtraakte. Deze sleutel niet kwijtraakt, gelukkig. Nee, deze sleutel die was te groot om kwijt te raken. Dus die ook wel bij ons gehouden. Ja, en ik hoorde net al iets over een blok aan jullie been. Hoe is dat precies? Ja, dat was een grapje van de heer Maathuis. Die had nog even een leuke sleutelhanger laten maken. En ja, die wordt vanavond gewoon met de bok verbrand. Want vanavond is de bokverbranding. Is dat dan de officiële laatste carnavalgelegenheid? Ja, dat is de afsluiting van het hele carnavalsweekend. En dan vanavond ook nog echt groot feest bij de bokverbranding? Of is het alleen ritueel en dan is het klaar? Nee, het is vandaag nog even doorknallen. En vanavond inderdaad de bok verbranden en dan vervolgens feest in onze residentie. Met licht knutbal. En waarschijnlijk moeten we dan nog één deurtje verder. Maar daar kunnen we nog weinig over zeggen. Jullie hebben een mooi weekend gehad, toch? Nee, we hebben een fantastisch weekend gehad. Echt helemaal. Maar het is nog niet afgelopen, zoals Patrick al zei. Dus, dan wens ik jullie nog veel plezier vanavond. Ja, we gaan vandaag nog even door. We gaan nog wat verenigingen langs. Hier en daar. We gaan nog even naar Albergen, dacht ik. En naar Werselo misschien nog. En heel misschien nog naar Tilligten. En dan vanavond sluiten we af in onze eigen residentie.